Welkom bij deze kennisclip. Ik ga je iets vertellen over certificering van aandelen. Ik begin met aandelen, vertel daarna over de redenen voor certificering en zal dan uitleggen wat certificering is en hoe het werkt. Jullie hebben al geleerd wat aandelen zijn. Dat is overigens nog niet zo'n eenvoudig begrip. Een aandeel heeft verschillende aspecten. En die volgen uit de verschillende definities van aandelen in boek 2 bij de BV en bij de NV. Voor de NV volgt uit artikel 79 van boek 2 dat aandelen de gedeelten zijn waarin het maatschappelijk kapitaal is verdeeld. Een aandeel is dus een stukje van het kapitaal van de vennootschap, een aandeel in het kapitaal. Bij de BV geeft artikel 190 van boek 2 een negatieve omschrijving. Rechten die stemrecht nog aanspraken op uitkering van winst of reserves omvatten, worden niet als aandeel aangemerkt. En daarmee hebben we twee belangrijke aspecten te pakken. Aan een aandeel, zo'n stukje van het kapitaal dus, zijn in het beginsel stemrecht en winstrecht verbonden. Of ruimer gezegd, zeggenschapsrechten en financiële rechten. Dat een aandeelhouder stemrecht en winstrecht heeft, is ook vrij logisch. De aandeelhouder heeft het kapitaal verschaft. Dat is een investering en daar hoort een kans op rendement bij, het winstrecht. Over de redenen waarom een aandeelhouder stemrecht toekomt is veel geschreven. Maar een belangrijke gedachte is dat degene van wie het geld op het spel staat ook een vorm van zeggenschap moet hebben over het gebruik van dat geld. Vaak is het dus de bedoeling dat een aandeelhouder stemrecht en winstrecht heeft. Soms is dat echter anders. Stel je voor, Sjaak is de oprichter van een succesvol bedrijf op het gebied van bananen. Het heeft de vorm van een NV. En Sjaak heeft 40 jaar keihard gewerkt en een bananenimperium uit de grond gestampt. De onderneming is inmiddels een vermogen waard. Sjaak is enig aandeelhouder en bestuurder. Sjaak heeft twee kinderen. Die zijn opgegroeid in weelde en dat gaat niet altijd goed. Ze zijn bewezen ongeschikt voor bestuursfuncties. Sjaak weet dat hij niet het eeuwige leven heeft en hij vreest dat als zijn kinderen zijn aandelen erven en het voor het zeggen krijgen, zij de onderneming de gronden zullen rechten. Hij wil ze best winstrecht geven, maar geen stemrecht. Kortom, dat stemrecht en winstrecht dat moet worden losgekoppeld. Een manier om dat te doen is. Certificering. Certificering, hoe werkt het? Die aandeelhouder, Sjaak dus, die richt een stichting op. Dat noemen we een Stichting Administratiekantoor, het AK. En Sjaak draagt zijn aandelen over aan die stichting. Die stichting wordt dus de aandeelhouder en heeft daarmee het stemrecht en het winstrecht dat aan de aandelen verbonden is. En die stichting krijgt twee bestuurders, Sjaak en zijn trouwe rechterhand, Sharon. Vervolgens geeft die stichting. Voor elk aandeel een certificaat uit, terug aan de aandeelhouder, aan Sjaak dus. En aan dat certificaat is het winstrecht op de aandelen verbonden. Dat wil zeggen, als de vennootschap een uitkering doet op de aandelen aan de Stichting, dus, dan zal de stichting die doorbetalen aan de houder van de certificaten. Het stemrecht blijft echter bij de stichting. Dus over het uitoefenen van het stemrecht beslissen Sjaak en Charles als de bestuurders van de stichting. En op die manier kan je dus regelen dat stemrecht en winstrecht worden gescheiden. De stichting is de aandeelhouder en die heeft het stemrecht, maar wat er op de aandelen wordt uitgekeerd, komt uiteindelijk ten goede aan de houders van de certificaten. We zeggen dan ook wel dat de stichting de juridische eigendom van de aandelen houdt en de certificaathouder de economische eigendom van de aandelen houdt. Als Jaak nu overlijdt, dan erven zijn kinderen de certificaten. En dan blijven de stemrechten bij de stichting. Bedrijf Gered. Je ziet nu dat er bij certificering drie verhoudingen zijn. De eerste verhouding is de aandeelhoudersrelatie. De stichting, het administratiekantoor, houdt de aandelen in de vennootschap. En die stichting heeft dus in de verhouding tot de vennootschap alle aandeelhoudersrechten, zowel de zeggenschapsrechten als de financiële rechten. De tweede verhouding is tussen de aandeelhouder en de certificaathouder. Dat is een contractuele verhouding, die wordt wel aangeduid als de beheerovereenkomst. De stichting beheert de aandelen voor de certificaathouder of houdt de aandelen ten titel van beheer ten behoeve van de certificaathouder. En die beheerovereenkomst is uitgewerkt in de zogenoemde administratievoorwaarden. Daarin staan de financiële rechten van de certificaathouder. Dat is bijvoorbeeld het recht op doorbetaling van dividend, het recht op doorbetaling van andere uitkeringen en tenslotte het recht op doorbetaling van het liquidatiesoldo als de vennootschap ontbonden wordt. Die certificaathouders die lopen dus ook het economische risico. Als de vennootschap failliet gaat, dan zijn de aandelen niks meer waard en de certificaten dus ook niet. Let op, die financiële rechten van de certificaathouder, dat zijn rechten tegenover de aandeelhouder. Het administratiekantoor. Het zijn geen rechten tegenover de vennootschap. De certificaathouder heeft een contractuele vordering op de stichting tot doorbetaling van de winst die de vennootschap aan de stichting betaalt. De certificaathouder heeft zelf geen vordering op de vennootschap. De statuten van zo'n stichting-administratiekantoor geven soms ook een paar zeggenschapsrechten aan de certificaathouder. Zeggenschapsrechten in de stichting. Bijvoorbeeld over de benoeming van het bestuur van de stichting en soms ook over de uitoefening van stemrechten door de stichting in de AVA van de vennootschap. Als het niet de bedoeling is dat de certificaathouder dat soort rechten heeft, dan neem je die rechten dus ook niet in de statuten van de stichting op. Dan de derde verhouding, dat is die tussen de certificaathouder en de vennootschap. Als je zo naar het plaatje kijkt, dan is daar geen rechtstreekse verhouding. De certificaathouder lijkt alleen een band met de stichting te hebben. Daarbij kan je de vraag stellen of dat dan terecht is, dat die certificaathouder geen eigen rechten tegenover de vennootschap heeft. Want die certificaathouder is toch de verschaffer van risicodragend kapitaal. De vennootschap is eigenlijk voor zijn rekening een risico aan het ondernemen. En dat was bij een aandeelhouder nu juist de reden dat we zeggen dat een aandeelhouder stemrecht moet hebben. Over die derde verhouding tussen certificaathouder en vennootschap is in de jaren 70 van de vorige eeuw gezegd dat die certificaathouder toch wel een paar zeggenschapsrechten tegen de vennootschap zou moeten hebben. Tenminste zou die certificaathouder een paar rechten tegenover de vennootschap moeten hebben als de vennootschap heeft meegewerkt aan de certificering. Dus bijvoorbeeld als de vennootschap de stichting heeft opgericht of de kosten daarvan draagt. Sindsdien is bij bepaalde aandeelhoudersrechten in Boek 2 opgenomen dat als sprake is van zulke medewerking door de vennootschap, die bepaalde aandeelhoudersrechten ook aan een certificaathouder toekomen. Gek genoeg heeft Boek 2 daarbij geen definitie van wat certificering is. Rechten die kunnen toekomen aan een certificaathouder zijn niet het stemrecht, maar wel bijvoorbeeld vergaderrecht, artikel 217, lid 2, en het agenderingsrecht. Artikel 214a. De certificaathouder mag dus wel meepraten, maar niet mee stemmen. Verder behoort de certificaathouder, weer alleen als de vennootschap meewerkt aan de uitgifte van de certificaten, dan behoort die certificaathouder tot de kring van betrokkenen bij de vennootschap, die zich redelijk en billig tegenover elkaar moeten gedragen op grond van artikel 28bw. Bij de BV was het criterium voor toekenning van rechten aan certificaathouders ook of de Vennootschap meewerkte aan de uitgifte van certificaten, maar dat is in 2012 veranderd. Nu werkt het zo dat je in de statuten van een BV kunt opnemen dat certificaathouders vergaderrecht hebben. Dat staat in artikel 2, 227 BW. En als ze dat hebben, dat vergaderrecht, dan hebben ze op grond van de wet meteen ook een aantal andere zeggenschapsrechten, zoals het Agenderingsrecht, artikel 2, 224 A en dan behoren ze ook tot de kring van artikel 2-8-bw. Wil je nu niet dat de certificaathouder die rechten heeft, dan moet de vennootschap dus niet meewerken aan certificering bij de NV en moeten de statuten niet zijn vergaderrecht toekennen bij de BV. Bij deze derde verhouding tussen vennootschap en certificaathouder moet nog een recht genoemd worden dat certificaathouders sowieso hebben tegenover de vennootschap, dus ook zonder medewerking of zonder statutair vergaderrecht. Dat is namelijk het enquêterecht. Het recht om bij de ondernemingskamer een enquête te verzoeken naar de gang van zaken bij de vennootschap. Dat kunnen certificaathouders als ze genoeg certificaten hebben voor de kapitaaldrempel van artikel 346 van boek 2. Dan wil ik graag nog iets zeggen over het gebruik bij beursvennootschappen: het gebruik van certificering bij beursvennootschappen. Als je namelijk naar deze verhoudingen kijkt, dan kun je bedenken dat certificering niet alleen nuttig is bij het afschermen van een vennootschap tegen kinderen met een gat in hun hand. Maar ook bij een beursvennootschap kan certificering, dus het scheiden van stemrecht en winstrecht, handig zijn. Beursvennootschappen zijn doorgaans NV's. En in de regeling voor NV's staat in boek 2 een bijzonderheid bij certificering. Dat is artikel 118a. Dat artikel bepaalt dat als certificaten met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, de aandeelhouder, de stichting dus, aan de certificaathouder een volmacht moet verlenen om in de AVA te stemmen. Dat is gek. Als de certificaathouder mag stemmen, dan wordt het hele doel van certificering onderuitgehaald. Of toch niet? Certificering met beursvennootschappen kent twee redenen. De eerste is de bescherming tegen toevallige meerderheden in de AVA. Met een duur woord wordt het ook wel aangeduid als bescherming tegen aandeelhouders Dat zit zo. Veel aandeelhouders maken in de praktijk geen gebruik van hun stemrecht. Ze komen gewoon niet naar de AVA. En dat leidt ertoe dat een kleine groep aandeelhouders die wel naar de AVA komt, soms relatief veel stemmen kan uitoefenen. Certificering verhindert dat. Hoe werkt dat dan? Nou, die stichting, die heeft stemrechten. Certificaathouders die willen stemmen, die vragen de stichting om een volmacht om te stemmen op hun eigen certificaten. En dan mogen zij op die volmacht stemmen. De stichting stemt op de aandelen van alle certificaathouders die niet naar de AVA komen. En zo wordt het belang van de certificaathouders die wel komen stemmen, als het ware gedempt. De tweede reden voor het gebruik van certificering bij beursvennootschappen is de bescherming tegen vijandige overnames of activistische aandeelhouders. Om de vennootschap te controleren heb je de stemmen in de AVA nodig. En als je als vijandige overnemer of activistische aandeelhouder veel certificaten koopt, dan heb je nog steeds geen stemrechten. Dus geen controle. Maar, hoor ik je denken, hij zei net toch dat een stemvolmacht moet worden gegeven. Dat klopt, maar kijk eens in artikel 118a lid 2. In bepaalde omstandigheden, kortweg aangeduid als oorlogstijd, dat is dus bij een vijandige overname of bij activistische aandeelhouders. Dan behoeft de stichting geen volmacht te verlenen en stemt de stichting dus zelf op de aandelen. Een voorbeeld van certificering om deze reden zie je bij ABN AMRO. Daar worden niet de aandelen, maar de certificaten aan de beurs ver verhandeld en dat is bedoeld als bescherming tegen vijandige overnames. Een kanttekening: in de Corporate Governance Code staat dat certificering als zo'n soort beschermingsmaatregel niet mag. Die code is echter geen dwingend recht. Je mag daar gemotiveerd van afwijken en dat heeft ABN Amro dus gedaan. Ik rond af en vat de hoofdlijn nog even samen. Aan aandelen zijn zeggenschapsrechten en financiële rechten verbonden. Door certificering worden die twee gescheiden. De aandeelhouder, de stichting, heeft het stemrecht, maar wat hij op de aandelen krijgt uitgekeerd, moet de stichting aan de certificaathouder doorbetalen. Op die manier krijgt de certificaathouder dus geen zeggenschap. Dat kan handig zijn in familieverhoudingen, maar ook bij beursvennootschappen. Als de vennootschap meewerkt aan de uitgifte van certificaten, of bij de BV als certificaathouders in een statuut hun vergaderrecht wordt toegekend, dan bepaalt Boek 2 dat de certificaathouder ook enkele zeggenschapsrechten tegenover de vennootschap heeft. Dank voor jullie aandacht.